Biersommelier Ben Vinke en kaasmeester Michel van Tricht hebben een missie. Ze willen bewijzen dat bier beter bij kaas past dan wijn. Om in hun opdracht te slagen, bezoeken ze brouwers en kaasmakers in binnen- en buitenland. Ben en Michel trekken naar brouwerij Rodenbach in Roeselaren, waar ze hebben afgesproken met Jan Tooijen van Palm Breweries. Middag Jan. Dag Ben. Dag Jan. Michel. Onze kaasmeester. Hè? Wij komen voor de vintage, maar het zijn ook prachtige vintage gebouwen hier. Hè? Ja, die zijn eigenlijk ouder dan België zelf. Hè? Mm-hmm. Er waren zelfs twee Rodenbachs, die staan gebeiteld in de congreskolom in Brussel. En die zijn mede-architect van de Belgische staat. Allee, vooruit. Zolang dat die nog bestaat. Hè? Echt geschiedenis. Ik hoop dat jij nu de kaasman gaat... Ja, ik ga Filip opzoeken van Belgomilk. En ik ga met jou mee de brouwerij. Dan zien we elkaar straks terug. Ja, tot straks. Tot straks. Tot straks. Hallo Filip. Dag Michel. Je hebt een mooie kaas meegebracht, zie ik. Brugge, gerijpt in Rodenbach. Juist. Is dat al lang bij jullie op de markt? De Brugge met Rodenbach is op de markt sinds september vorig jaar. Oh, ja. De kaas heeft een enorme start genomen. Iedereen wou die kaas hebben, maar we kunnen daar niet massa van produceren. Omdat de kaas effectief rijpt in een vat met Rodenbachbier. Ah, ja. Deze kaas heeft effectief een tiental dagen gezwommen in het Rodenbachbier. Mm-hmm. Hoe kunnen we best, Filip, zo'n kaas die gewassen is in bier, hoe kunnen we dat best degusteren? Wel, doordat het bier indringt in de kaas, maar natuurlijk veel gemakkelijker dicht tegen de korst indringt dan tot in het hart van de kaas, stellen wij voor om de kaas te gaan snijden in puntjes, zodanig dat je begint te degusteren in het midden van een blokje, om te eindigen dicht bij de korst, waar dat je dus een beetje het zuurige van het Rodenbachbier zeer goed proeft. Wauw, zeg, dat is een echte bierkathedraal hier. Dat zijn die eikenhouten voeders. Wat gebeurt er dan juist in die voeders? Je hebt daar de bacteriële fermentatie die eerst het bier verzuurt. En dan worden die organische zuren omgezet tot fruitige esters. En dat heeft die complexiteit en ook dat fruitige aroma aan de rode maag. En dat zuurige natuurlijk. En de vintage, dat is een limited edition die uit één vat komt. Elke voeder rijpt een beetje op zijn eigen manier. En ja, dan proeven we met onze brouwmeesters. En de beste per jaar, die kiezen we uit. En daar maken we dan een limited edition van, een vintage. We zijn juist aangekomen, Ben. De nummer 293. Eindelijk gaan we proeven, hè. De vintage 2009. Ja, dat is 2 jaar geleden op die voeder gegaan en moet nu ongeveer rijp zijn. We gaan eens proeven, hè. Oh, ik ben benieuwd. Hij krijgt de prima. Dat is fantastisch dat ik dat mag meemaken. Dat is wijn. Dat is gelijk wijn. De wijn zit in de neus, ja, maar ook in de smaak, hè, die complexiteit. Ja. Daar wil ik die kaas wel eens bij proeven. Wat denk je ervan, Filip? Zouden we Ben en Janis niet gaan opzoeken voor wat te kunnen proeven? Ja, zeker. Want zoals je weet, the proof of the pudding is in the eating of the pudding. Zeer goed gezegd. I'll pick some daisies. Voilà. Michel, Filip, blij dat jullie er terug bij zijn. En we zijn eindelijk voor de moment supreme. Daar zijn we voor gekomen. Het geheim van Rodenbach Vintage en Bruggekaas in Rodenbach gerijpt. Wel, mijn heren, het is een perfecte synergie tussen twee West-Vlaamse toppers, Bruggekaas en Rodenbach bier. Dus je hebt een beetje de zuurigheid van de Rodenbach, die ik zeer goed vind samen met de romigheid en het lichtzoutige van de Bruggekaas. Fantastisch. Fraîcheur van het bier. Smeugheid van de kaas. Wat moet je meer hebben? Ik vind het een heerlijk contrastje. En een fantastisch aperitief. Die fruitige zuurigheid die contrasteert heel goed met die smeugheid van de kaas. Absoluut. Het is een zeer, zeer lekkere combinatie. Ze tillen elkaar op. Ze tillen elkaar op. In
lichtheid zo. Klopt. Het is de ondraaglijke lichtheid van de Rodenbach in de Brugge. Maar eigenlijk is dat het geheim. Hè? Het is die voeders hier. Dankzij die voeders hebben we zo'n bier en hebben we ook zo'n kaas. Ik vind dat we daar maar eens op moeten drinken. Op Rodenbach en Bruggekaas. Ja. Gezondheid. Gezondheid. Volgende week bezoeken Ben en Michel brouwerij en kaasmakerij Dupont om de Moinette Blonde te proeven met de Moinette Lavée à la Bière.